De voorzitter van de Bond van Leraren, Reshma Mangre, zegt dat de bestuursverkiezing die voor augustus was uitgeschreven, zal worden verschoven. Dit vanwege de COVID-19-pandemie. De BVL-voorzitter weet nog niet of ze zich herkiesbaar stelt. Dat zal van de leiding van de VHP afhangen. Mangre is gekozen als DNA-lid in Wanica, maar is nog niet zeker of ze in de assemblée zal functioneren. Ik wil de bezorgdheid van die ouders wegnemen door te zeggen dat het vooralsnog geen verloren schooljaar dreigt te gaan worden. Het is belangrijk dat we in deze situatie de koppen bij elkaar steken en met alle stakeholders praten om te kijken hoe kunnen we door middel van creatieve oplossingen dit schooljaar redden. Belangrijk is dat we met een aangepast programma komen en dat is wel te doen. De scholen werken met een jaarprogramma en het jaarprogramma is wel flexibel genoeg. Op de middelbare scholen gaat dat makkelijker omdat je werkt met sectie- en intersectieleden. En dan zouden die sectieleden bij elkaar kunnen komen en de intersectieleden om te kijken hoe kunnen we aan het jaarprogramma sleutelen en kijken wat essentieel is om een vervolgonderwijs te kunnen doen of wat essentieel is om door te kunnen stromen. En dat is dan wel te doen. We moeten kijken, ballast moet dan eruit gehaald worden. En dan komen we met een aangepast programma. Vanwege de coronapandemie zijn scholen overgegaan tot het geven van afstandsonderwijs. Nu er nog geen duidelijkheid is over hoe lang deze situatie zal aanhouden, maken ouders zich druk om het schooljaar van hun kinderen. Mangre benadrukt dat het schooljaar nog niet verloren is en dat er alles zal worden gedaan om het succesvol af te ronden. We hebben verkiezingen uitgeschreven in augustus 2020. Maar voordat de verkiezingen uitschrijven, moet een aantal randvoorwaarden in place worden gebracht. En we zijn naast te werken aan om die randvoorwaarden in place te brengen. En als het moment daar is, dan krijgt u te zijn de tijd die informatie wel van mij. Oké. Mocht u wel als parlementariër binnen zijn gekomen vanuit uw partijleiding en u heeft ook toestemming gegeven om ook als DNA-lid te functioneren in de maatschappij, gaat u dan die voorzitterschap wel geven aan iemand anders? Dus het hangt helemaal ook van mijn achterban af. Het is belangrijk dat ik luister naar mijn achterban. Het zou prematuur zijn om nu antwoord daarop te geven, omdat we vanuit de partijleiding ook nog niet duidelijke instructies hebben gekregen. Dus de zijne tijd wil ik wel op die vraag antwoord geven. Dat was Reshma Mangre, voorzitter van de BVL. De bestuursverkiezing bij deze bond, die was uitgeschreven voor augustus, zal worden verschoven in verband met de COVID-19-pandemie.